Welkom bij Topnames. Vandaag een hele dag vanuit Groningen te gast bij Voice. Spreken we een tiental ondernemers uit Groningen. Jan Kuipers, jij bent er eentje van. Je bent van Mr. Chat. En ik zit nou zo te kijken naar die URL en ik denk van... Is dit nou echt de beste naam geweest toen jullie begonnen? Eentje die je elke keer aan mensen moet gaan spellen. Met een dubbel D aan het einde. Ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar op zich, we zijn redelijk bekend hoor. Dat gaat altijd goed. Heb je niet geremd? Nee, wat dat betreft niet. Nee, en het is ook wel weer uniek. Dus dat heeft ons zeker niet geremd. Wat doen jullie? Mr. Chat is huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren via een app. En je kan voor alle reguliere middelbare schoolvakken vragen stellen. En onze USP is dat je binnen 10 seconden altijd een connectie hebt met een coach. Dus 10 seconden zeg je? Binnen 10 seconden heb je een hoi terug van een coach. En binnen 5 tot 7 minuten kun je weer verder met je huiswerk. Heb je uitleg gekregen en wij zijn geen antwoordenboek, maar we geven ook echt didactische onderbouwing naar een antwoord toe. En we zijn niet alleen buiten schooltijd open, maar ook onder schooltijd. Dus vanaf 9:30 ochtends kunnen gebruikers al vragen stellen op het systeem. Hey, en het is dus, normaal gesproken zou je verwachten bij huiswerkhulp een uur lang bij wijze van spreken wiskunde. Maar jullie zeggen eigenlijk meer van, je bent je huiswerk aan het doen. Je hebt een specifieke vraag of een probleem of een onderwerp wat je niet snapt. Daar is het eigenlijk meer op gericht. Ja, eigenlijk is het eruit tot stand gekomen dat wij vinden dat je altijd vragen moet kunnen stellen. En dat maakt ook dat een huiswerkuur overbodig wordt. Je verzamelt je problematiek van de hele week naar één specifiek punt in de week en gaat dan vervolgens alles opgelost krijgen. Wij zeggen, wanneer jij er niet uitkomt, zitten wij voor je klaar en kun je direct contact krijgen met iemand. Klinkt als een fantastisch concept. Klinkt tegelijkertijd ook als een arbeidsintensief concept. Of hebben jullie, elke gast bij ons doet iets met AI of gaat het automatisch? Krijg ik meteen antwoord van jullie systeem? Nou, we zijn met de machine learning omgeving inderdaad bezig sinds een maand of 6. De hele database die staat daarin en we zijn nu met een suggestiemodel bezig. Dus terwijl de gebruiker een vraag intoetst straks vanaf september, herkennen wij al de woorden waar het onderwerp over zal gaan met betrekking tot de vraag die gesteld wordt. En zijn we op zoek in de database naar een uitleg gegeven in het verleden om al te presenteren aan de coach, zodat hij een kick-off heeft die context heeft. Zeg maar. Hulp voor de coach is het meer dan hulp voor de... Je gaat niet in één keer die antwoorden doorgeven, nee. Maar het is eigenlijk meer een hulpmiddel voor degene die... Strategisch gezien zullen we ook nooit de coach buiten spel zetten, maar willen we hem wel zo efficiënt en effectief mogelijk te werk laten gaan met gewoon de juiste tooling. Dus, ja. Hey, is het, moet je in de app moet je altijd je vragen typen of is het een chat? Want zo weten jullie ook. Ja, het is een is chat. Moet je praten of is het typen? Je kan chatten met de coach, je kan foto's sturen en spraakberichten sturen. En even hoe het verloop van een gemiddelde chat bijvoorbeeld voor wiskunde gaat. Je moet eerst je vraag typen, want het is heel belangrijk dat onze coaches direct de context gepresenteerd krijgen waarbinnen jij een vraag hebt. Vervolgens wordt die aangeboden aan alle coaches die op dat moment online zijn voor wiskunde en gevalideerd zijn voor wiskunde. En dan accepteert de coach de vraag en dat is degene die met die vraag aan de slag gaat. Vervolgens kan een gebruiker een foto van zijn boek maken, een foto van zijn schrift en dus echt de complete complexiteit en ook de complete context van zijn vraag presenteren aan de coach door middel van tekst, dus chatten en foto's sturen, maar ook spraakberichten zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor de talen als je je spelling wil laten checken of je uitspraak wil laten checken. Met die drie middelen proberen we dat hele spectrum te beslaan om goede vragen te kunnen stellen. En die coaches hoeven niet noodzakelijkerwijs op één plek te zitten, neem ik aan. Dat zitten is een decentraal netwerk. Ja, ze werken vanuit huis. De enige voorwaarde is dat je wifi nodig hebt. We willen natuurlijk dat ze zo beschikbaar mogelijk zijn. Dus ze zitten achter hun laptop, maar gebruiken ook de app. Het is een systeem wat simultaan aan elkaar werkt. Dus stel nou dat je voor wiskunde een vraag krijgt waar je een uitleg voor moet maken om een kladblok of een grafiek moet tekenen. Dan kan de coach dat dus gewoon doen en vervolgens de app openen, een foto maken van die uitleg en het juiste chatgesprek wat hij op dat moment aan het voeren is selecteren om dat mee te sturen. En dan ziet hij dat ook gewoon weer in zijn laptopscherm verschijnen. Dus het werkt simultaan. Dus jullie hebben heel veel tijd gestoken in dat systeem, neem ik aan, om het goed te laten werken. Ja. Nu is denk ik het succes... hangt ook voor een groot gedeelte af van de kwaliteit van je coaches. 100%. Dat is helemaal waar. Ja. Hoe selecteer je die? Hoe kom je bij die mensen? Het werving en selectie proces ziet er als volgt uit. Wij draaien campagnes online en dan vervolgens halen we coaches binnen vanaf Facebook of vanaf AdWords.
En dan vervolgens geven ze zelf aan voor welke vakken zij coaching willen geven. En dat moeten er altijd minimaal 3 zijn om zo effectief mogelijk de mensen in te zetten. Een andere voorwaarde is dat ze minimaal VWO hebben gedaan in hun eigen middelbare schooltijd. Minimaal een 8 hebben gehaald op een eindcijferlijst voor het vak wat ze willen gaan geven. En dan vervolgens hebben wij een online assessment tool waar ze helemaal doorheen moeten. Waar we scannen op vakinhoudelijke kennis, didactiek, snelheid, zoeksnelheid en typesnelheid. En die assessment heb je ook zelf ontwikkeld? Ja, onze. Gebruik je daar externe toolen voor? Nee, we hebben alle code die nodig is voor alle processen, is allemaal ons eigen intellectuele eigendom. Ja, maar dit is voor 100% onderwijskundige kennis die je nodig hebt om zoiets te kunnen bedenken. Ja. Dat moet een belangrijk onderdeel van jouw team zijn. Zeker. Mijn compagnon, Kim van der Es, co-founder, ja. Zij is echt het onderwijskundige hart van de dienst, zeg ik altijd. Zij heeft een dubbele master gedaan in onderwijskunde en pedagogiek. Dus is gewoon volledig onderlegd in de materie, maar ook in de markt. Want ja, zij is ook degene die bedacht heeft hoe je die kwaliteit test van de coaches en dat soort dingen. Ja, daar zit zij helemaal aan de grondslag. Ben jij dan de techneut? Zeg maar? Nee, want we hebben een extern development partij. Maar wat we in-house doen, we doen alle customer journeys zelf. We doen alle workflows zelf. We doen de wireframe zelf en het design zelf. En dan vervolgens gaat het gecodeerd worden. Okay. Dus we hebben wel ervaring in-house, maar de echte code die ligt bij een externe partij. Ja. Maar de rechten bij jullie daarvan? Ja. Dus dat is voor ons heel belangrijk geweest. Tuurlijk. Ja, ook als je investeringen op wil halen, het zijn toch een beetje de bouwstenen van de toekomst wat dat betreft. Ja, want dat was mijn volgende vraag. Dit is natuurlijk arbeidsintensief. Je hebt veel coaches. Ik zag ergens dat je 200 mensen, of waarschijnlijk al meer. Nee, inmiddels. We gaan wel met meer live aankomend september, omdat we nieuwe investeringen aan het halen zijn. En we dus ook meer marketingbudget gaan uitgeven vanaf september. Dus daar hebben we ook dan meer mensen voor nodig. Is dat je tweede investering die je ophaalt? Of heb je tot nu toe gefinancierd? Dat is eigenlijk mijn vraag. We hebben een angel investor erbij en daarbij hebben we 3 rondes op kunnen halen bij hem zelf. En we zijn nu bezig met een tweede angel. En daarna zal bijvoorbeeld een series A funding in de roadmap zitten. Maar we zijn nu nog echt wel op zoek naar durf investeerders. Hey, wat is het unique selling point van jullie dienst? Ik las op jullie site van, goh, je maakt de prijs vergelijken. Dus gemiddeld als je huiswerkhulp nodig hebt, dan sturen ouders de kinderen 2 uur per week naar iemand in het dorp of de stad. Dat kost een enorme bak met geld. Jullie zijn goedkoper. Oké, dat is 1 argument. Klopt. Wat is daarnaast een belangrijk onderscheidend iets van wat jullie doen? Het is denk ik een combinatie van factoren. Prijs is 1, zeker weten. Maar snelheid, daar vinden we de gebruiker in zijn belevingswereld. Je hebt wat tegenwoordig mij aanspreekt is ook inderdaad juist die ad hoc vraag. Hè? Want dat herken ik. Ik heb een dochter van 16. Die loopt ook wel eens vast in de huiswerk. En dan, weet je, dan vraagt ze aan mij, maar ik ben er ook niet altijd. Dat dat natuurlijk super handig is. Dat je op ieder moment Gewoon een vraag kan stellen, inderdaad. Ja. En dat is denk ik ook een kracht. Dus ongeacht het moment van de dag, er staat gewoon altijd iemand voor je klaar, ongeacht het vak waar je een vraag voor hebt. Maar de kwaliteit, zoals je al zei, ik denk dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is. Daar hebben we ook voordat we gestart zijn onderzoek naar gedaan. Daar zijn we met moodboards en hele storylines zijn we naar scholen toe gegaan. Hebben we in diepte interviews en in panelgesprekken hebben we zo'n 1000 middelbare scholieren gesproken. En het achterste van de tong was eigenlijk altijd dat ze zo snel mogelijk, zo goed mogelijk geholpen willen worden. Dus de coach is voor ons misschien nog wel het meest belangrijke aspect op het systeem. Die moet gewoon kundig en onderbouwd die uitleg kunnen geven. Ook nog eens binnen de belevingswereld van het kind. Want daar zit ook een unieke kracht. Je hebt niet te maken met mensen van 50 plus. Niet zo grijs als jullie, zeg maar. Nou, dankjewel. Nee, maar het zijn recent afgestudeerde mensen die waarschijnlijk nog binnen dezelfde onderwerpen zelfs de boeken hebben gekend. Dus ze staan gewoon heel dicht bij de belevingswereld van het kind. En dat maar is ook waar vind je die mensen in godsnaam? De arbeidsmarkt is krap. We kunnen niet meer zonder Polen om onze huizen te fixen. Ja, dit is wel een tekort aan onderwijsmensen overal. Hoe vind je in godsnaam goede mensen? Maar deze hebben niet opleiding achter de rug voor in het onderwijs. Je hoeft maar VWO te hebben. Tuurlijk, maar je een 8. Zijn studenten of niet? Ja, zeker. Je moet didactisch en weet ik wat.
Nou, goed zijn? Om het type student wat bij ons op het systeem is even te generaliseren, zeg maar. Het zijn meestal tijdens echte strevers die vol op hun opleiding zitten, die daar volledig voor gaan. En op zoek zijn naar een flexibele bijbaan waarbij ze niet in de avonduren in de kroeg hoeven te staan. Waarbij ze zelf in controle zijn van hun schema. En dat bieden we ze ook. Ze moeten 9 uur in de week in shifts van 3 uur ingelogd zijn. En dan bepalen ze zelf via onze roosteringmodule wanneer ze werken. Dus dat geven ze zelf aan. Ja. En dat maakt dat het een baan is die studenten echt heel graag doen. Je kan hem zelfs aanhouden op het moment dat je bijvoorbeeld in het buitenland gaat studeren. Voor een minor bijvoorbeeld. We hebben op dit moment volgens mij een coach in Australië zitten. Die is met zijn minor bezig. We hebben mensen gehad die in Zuid-Amerika zaten. Want als je wifi hebt, ja, en de tijdzones die komen wat overheen. Dat je ook voor jezelf een gunstig moment kan vinden daar. Dan kun je gewoon vanaf daar aan de slag. Dus dat is denk ik ook wel echt de flexibiliteit die ze daarin aanspreekt. Hoe internationaal zijn jullie? Nu op dit moment gewoon puur Nederland gefocust in de marketing. En we zijn wel overgewaaid naar België, omdat daar toch de taal geen barrière is. Dus daar heb je ook gewoon kansen liggen, zeg maar, op basis van de taal, het Nederlandse voertaal. En dat is overgewaaid via Instagram, want we hebben een vrij grote Instagram community, bijna 30.000 volgers. En er zitten dus ook Belgische volgers. Hey, wat voor verhaal vertellen jullie dan op Instagram? Dat is vooral fun content. Dus echt inspelen op dat vrije momentje. En er zitten ook feitjes en fabels tussen. En het is echt berust op interactie. En niet zozeer op het lerende aspect. Maar vooral op een leuke manier toch wat informatie verstrekken. Wat betalen mensen voor jullie dienst? €18,95 per maand. En daar kun je onbeperkt gebruik van maken. En aankomend jaar gaan we naar €23,95 per maand. En dat komt omdat we sinds 9 april dus ook onder schooltijd open zijn. En dat was voor ons echt een test om erachter te komen. Is die behoefte er bij onze huidige betalende groep? En zijn ze ook tevreden over de diensten die we leveren binnen die tijden? En ja, is het ook acceptabel dat kinderen bijvoorbeeld gebruiken in de pauze, in de tussenuur? Dus daar hebben we alleen maar positievere reacties over gehad. Daarom, want die kinderen betalen niet, die ouders betalen het. Dus die hebben graag ook €25 over voor die rust, lijkt mij. Ja, en het is ook wel echt in controle worden van je eigen leerproces. Op het moment dat je de behoefte hebt om toch nog even voor je natuurkundeles aan in de pauze iets te doen en je komt er niet uit, raak je ook niet gedemotiveerd op het moment dat je er niet uitkomt. En dat is denk ik de kracht van de dienst. Ongeacht het moment waarop jij wil leren, er zit iemand voor je klaar dat als je er niet uitkomt, dat je intrinsieke motivatie gewaarborgd blijft. Dat is echt ook wel het doel. Ja, ik zag in jullie, jullie hebben zo'n tijdlijn hoe jullie bedrijf zich ontwikkeld heeft. Daar staat in dat je dit jaar bezig bent met het ontwikkelen van een lerarendashboard. Waar is dat precies op gericht? We hebben vanaf dag 1 ons hele systeem. Zijn alle vragen die erop gesteld zijn gelabeld aan de hand van de leerlijn die de overheid meegeeft aan uitgevers waarop ze de content maken. Dus als jij bij ons op het systeem een vraag stelt en wij zien dat jij in HAVO 3 zit. Yep. Je stelt de vraag voor geschiedenis, dan krijgt de coach aan het einde, als het gesprek afgelopen is en een rating heeft gekregen, dan krijgt hij de leerlijn gepresenteerd en selecteert hij het onderwerp waar de vraag over ging. En dat zijn inzichten die we terug willen geven, niet op persoonlijk niveau, maar op klassikaal niveau. Op klassikaal niveau? Ja, aan de leraar. Okay. Dus onze onderwijsvisie van de toekomst is eigenlijk dat op het moment dat je dinsdag les geeft aan één specifieke klas en volgende week dinsdag weer, dan is het heel interessant om te weten waar de meerderheid van de groep tegenaan lopen op onderwijs, op onderwerpniveau. Dus stel dat dat voor wiskunde de stelling van Pythagoras is en er zijn door 40% van alle leerlingen een vraag over gesteld, dan weet de leraar dat moet ik activeren als ik mijn volgende les weer begin. Dus dat is voor ons het lerarenportaal, de feedback geven aan de leraar. Ja, dat veronderstelt natuurlijk wel dat er aardig wat kinderen in zo'n klas jullie dienst gebruiken, maar... We zijn nu op dit moment bijvoorbeeld met het Noorderpoort bezig om te kijken hoe we dit op schoolniveau geïmplementeerd kunnen krijgen. En daar doe je dan een pilot mee, waarbij iedereen het gratis geeft om te kijken hoe het werkt? Inderdaad, de school betaalt. 900 kinderen zitten erop en er is zoveel enthousiasme. Vandaag hebben we net te horen gekregen dat we in september gaan starten met 5.500 kinderen. Okay. Is dat ook de reden dat, dat zeg ik ook in jullie roadmap, dat je een white label
versie wil gaan maken. Ja. Zodat je dat een school het af kan kopen voor alle leerlingen. Ja. En kan branden. Precies, want dat is... Dit dat is het huiswerkhulpsysteem van die school. Precies, ja. Want dat is, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. Blended learning is het meest effectief wanneer het onder één label wordt aangeboden. Ja. Dus die elektronische leeromgevingen die je meest van tijd nu ziet op mbo's en hbo's... waar dan allerlei verschillende applicaties in gekoppeld zijn. Het meest wenselijke is om dat allemaal onder één... vlag te voeren. En vandaar de white label inderdaad. Dat is dus echt vanuit onderzoek gebleken dat het beste gevoel uiteindelijk geeft aan de eindgebruiker. Dus... Ja, en dan kan je allemaal van die mechanismen gaan inbouwen dat die leraren feedback krijgen, dat je op het eind van het jaar kunt evalueren waar natuurlijk in de lesstof de gaten zijn gevallen en waar niet. En, precies. Ja. En ook op die manier maken we ook een indexatie van waar uiteindelijk problematiek wordt ervaren door de eindgebruiker met de content van uitgevers. Want het is een achterhaald systeem als je kijkt hoe daar onderzoek naar wordt gedaan. En dat is heel kapitaalkrachtig. En wij proberen juist ook echt een stukje onderwijsoptimalisatie tot stand te brengen, waarin je de feedbackloop gewoon wil verkorten. Als je kijkt naar hoe onderwijsmethodes nu in de markt worden gezet, dan is het 2 jaar lang testen, 2 jaar lang analyseren en vervolgens gaan ze nog 2 jaar lang optimaliseren. Dat is een cyclus van 6 jaar. Ja, dat is achterhaald. Ja. En daar proberen we iets aan te doen. Ja. Wat zijn de piekmomenten voor jullie bedrijf? Wanneer krijg je sowieso de meeste... proefwerkweken. Ja. Ja, dat is echt. Dat zijn de pieken. Maar we zien wel sinds april dat het ook wel verschuift. Dus dat is heel leuk. Je ziet gewoon echt dat we steeds meer gebruikers gaan krijgen die gewoon direct die vraag stellen op het moment dat ze hem hebben. 9:30 ochtends gaan we open en vanochtend ook. We gaan open en dan kun je de app dus gebruiken. Dan gaat de stel een vraag knop van het slot af, om het maar zo te zeggen. En direct worden er al 10 vragen gesteld. Dus het leerproces verschuift ook als het ware wat in tijd. En dat is heel leuk om te zien, want dat is uiteindelijk onze ideologie. Je wil zelf in controle zijn van dat leerproces als student, als scholier. Hey, en kan je ook al iets meer zeggen over de verdere impact, zeg maar? Ik zou me kunnen voorstellen ik had een zoon die zo in elkaar zat. Als je nou gewoon oplet tijdens die les, dan hoef je eigenlijk je huiswerk niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Voor mij vindt het principe. Hij zei, ja, maar ik zit op school voor de gezelligheid. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je jullie hebt als voor 25 euro per maand, heb ik eigenlijk altijd achtervang. Ja. Dat je eigenlijk nog minder gaat oplessen op school, omdat je denkt van ik kan toch altijd wel vragen als ik thuis ben. Of is het mijn zoon waarschijnlijk wel een grote uitzondering hoor. Maar, wij hebben ondertussen bij onze gebruikersgroep ervaren dat 86% van de mensen binnen de eerste maand al resultaten verbeteringen zien, ook ten opzichte van cijfers. Dus ik denk dat het leerproces vooral aan het verschuiven is en de condities daarvoor vooral meer wenselijk worden voor de eindgebruiker. En in het geval van jouw zoon zal dat vooral dan gewoon het effect hebben dat hij op een meer wenselijke tijd voor hemzelf met zijn studeren bezig kan. Want daar ga je uiteindelijk natuurlijk niet aan ontkomen. Je moet gewoon voldoende ze halen. Ja, je moet wel doen. Ja. Hoeveel kinderen gebruiken jullie die systeem nu? In het freemium traject hebben we nu 145.000 gebruikers op het freemium systeem. Ja, daar geven we dus gratis de goed weg. Ja. En betalende gebruikers mag ik helaas niks over zeggen. Dat zit een waarom niet? NDA op vanuit de investering. Dus okay. Gevoelige informatie. Ja. Maar die gratis gebruikers, dat zijn kinderen die krijgen van jullie een. Je hebt een soort potje met geld, virtueel geld. Hoe werkt dat dan? Hoeveel vragen mag je stellen gratis? We hebben altijd 9:30 te goed weggegeven. En omdat onze coaches betaald krijgen per seconde en we dat dus ook registreren, kunnen we op die manier 9:30 dan chatten. Maar daar zijn we nu sinds een maand ongeveer mee opgehouden. Vanaf aankomend jaar gaat het freemium traject er iets anders uitzien. We zijn met een woordjes leren applicatie bezig. Dus freemium kun je straks bij ons in de app kun je eigen leerlijsten gaan maken. En dat zal het freemium traject voor aankomend jaar zijn, omdat er gaan in totaal 960.000 kinderen naar de middelbare school in Nederland. En in 3 jaar tijd, natuurlijk met wat uitstroom, heeft bijna 1 op 9 heeft een account aangemaakt. Dus de bekendheid onder de scholieren is significant. Maar we hebben ook een dubbele doelgroep, waarin we ouders eigenlijk nu pas in de awareness fase hebben. Dus voor aankomend jaren is echt het doel om ouders onszelf te presenteren. Hey, als je per seconde betaald krijgt, hè? Ja. Hoe ga je dan toch, zeg maar,
in die uren die je werkt iets substantieels verdienen? Nou, wij zorgen op basis van operationeel verleden dat we een verwachting hebben hoeveel vragen er ongeveer binnen gaan komen en weten daarbij ook de optimale bezetting. En in onze roosteringmodule geven we dan ook aan hoeveel mensen we nodig hebben voor de verschillende vakken. En vervolgens plannen die mensen zichzelf daarop in. En als de slot vol is, dan zit hij vol. En dan gaat hij dus rekening houden met het feit dat je dan bijvoorbeeld nog maar voor 2 vakken in plaats van 3 kan zitten. Dus zo hanteren we eigenlijk altijd de optimale bezetting voor de verwachte drukte. En ik denk dat je ook misschien bedoelt ten opzichte van die secondes dat je niet te lang gaat rekken als coach. Om meer te verdienen. Daar heb je belang bij bijvoorbeeld, ja? Als coach zit dat incentive erin. Dat hebben we ook direct eigenlijk wel geïdentificeerd. En onze backend stelt ons in staat om met iedere vraag live mee te kijken. En er zitten dus ook altijd onderwijskundigen van de Rijksuniversiteit mee te kijken met iedere vraag. Waarbij ze via de interne chat ook nog kunnen chatten met een coach. Dus op het moment dat wij identificeren dat iets onnatuurlijk uit de hand loopt in tijd. Dan ga je meekijken. Kunnen we daar inderdaad dus van laten weten naar de coach van je bent nou echt met zo'n simpele vraag te lang bezig. Zou je op willen schieten? Ik ben wel onder de indruk, want ik tik gewoon even. Ik denk, ik meld me aan. Ik tik de school van mijn dochter in. En er zijn gewoon 92 gebruikers al. Ja. Van willekeurige school. In het freemium traject, als je kijkt hoeveel kinderen er dus een account hebben aangemaakt, is dat wel redelijk te verklaren. Fantastisch, want ik heb altijd met dit soort dingen. Je wil de vraag hebben op het moment dat het probleem speelt. En je wil niet een cursus weer hoeven doen om alles in één keer te leren, bijvoorbeeld. Ja, wat we ook stellen, dat is. Kijk, het is natuurlijk gek dat als je op dinsdag een probleem ervaart met je huiswerk, dat je op donderdag hem opgelost krijgt in de huiswerkklas. Dat is binnen alles wat op dit moment aan het veranderen is een achterhaald principe. En wij stellen ook gewoon dat de distributie van kennis dusdanig stroperig is in het oude model. En dat is iets waar we wat aan hebben willen doen. Het versnellen van de distributie van kennis. Dus, dit is voor kinderen, maar geldt dit eigenlijk, is het niet eigenlijk gewoon voor iedereen waardevol, zeg maar? Het is hetzelfde model. Kijk, we zitten natuurlijk niet in dezelfde leermodules, et cetera. Maar we leven in een tijd waar een leven lang leren een veelgehoord principe is. Topic is, ja, zeker. Hoe zie je dat zelf op lange termijn? We hebben sowieso de kansen, hoe dan ook, van het systeem geïdentificeerd. En we hebben daarnaast nog een bedrijf, Cloud Customer. En daar hebben we investering op gehaald om de software die we hebben modulair te kunnen bouwen. Waarbij je als afnemer kan kiezen welke modules je wil gebruiken van het systeem. En dan heb ik het over de apps, iOS en Android, een werkend platform in de browser. De onderwerpmodule waarbij je je machine learning omgeving kan voeden. En het mooie van dat principe is dat je eigenaar wordt van de data. Dus daar doen wij altijd afstand van. Het is een licentie. En dat is ook een white label constructie. Dus ik zie het ook wel voor me dat DAS bijvoorbeeld rechtsbijstandhulp ad hoc op deze manier gaat aanbieden. En daar hebben wij dan het systeem voor. Maar onze hoofdfocus is Mr. Chat en onderwijskundig de impact aantonen. En daarmee ook zo snel mogelijk een nummer 1 marktpositie voor jezelf gaan vaststellen. Niet alleen binnen Nederland, maar ook in ieder geval binnen andere Europese landen. En de kapitalisatie van het systeem zelf. We merken ook dat we nog redelijk voor onze tijd uit zijn. Als je kijkt naar corporates en de impact van zo'n systeem, bijvoorbeeld in een corporate wereld. De adaptie duurt heel lang. Heb je al interesse vanuit de grote educatieve uitgeverijen? We zitten met Noordhof om tafel. Oké. Willen jullie die gelijk, ligt er gelijk een overnamebod op tafel? Of? Ze zijn wel geïnteresseerd en dat hebben ze ook wel uitgesproken. Maar wij zijn nu nog in de fase waarin we zelf aan het roer willen zitten. Ja. Dat is voor ons heel belangrijk. Wie weet dat in de toekomst ooit eens een keer echt concreet gaat worden. Dat zou kunnen, maar eerst maar eens een beetje waarde bouwen. We hebben zelf ook niet die behoefte. Ik ben nog 28, ik vind het allemaal nog veel te leuk. Mooi verhaal, prachtig. Hartstikke leuk. Ja, dit lijkt mij wat iedere scholier, en ik zou willen zeggen iedere ouder van een scholier zeker zal willen. Dus, We hebben nog wel een boel te vertellen, hoor. Je moet het wel even in je opnemen. En wat ik ook altijd zeg, ook tegen investeerders bijvoorbeeld. Kijk, we leven allemaal een beetje in een techbubbel. En we zijn gigantisch op de hoogte met z'n allen. Maar
dat hoeft niet altijd per definitie zo te zijn. En voor de grote groep is dat in mijn belevingswereld ook nog niet zo. Dus ja, we hebben nog wel een vertaalslag te maken van hoe we dat doen en hoe we het onderbouwen en hoe het kwalitatief staat. Maar dat is ook weer een uitdaging. Ja. En dat zien we ook echt als een uitdaging voor aankomend jaar. Dus, ja. Nou, super. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Bedankt voor het kijken. We zijn de hele dag te gast bij Voice. We praten met mooie Groningse ondernemers waar dit er natuurlijk eentje van was. Ik had mezelf deze dienst graag gehad toen ik op school zat. Dat is in ieder geval, één ding. Wie bedanken we? We bedanken Baks Bier uit Groningen voor de biertjes vandaag. En normaal gesproken doet Bier & Co. dat. Maar Bier & Co. is de distributeur van Baks Bier. Jetstream zorgt voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En kijk straks live mee. Ben je in Groningen of in de buurt van Groningen? Kom dan vanavond langs bij Voice. Want daar doen we nog een aantal uitzendingen vanavond. Dag.